Even checken hoe dit werkt met live gaan. Fucking hell. Oh wacht, 3 kijkers. Nou, kijk eens aan jongens. Laat het van je horen, dan kan ik jullie nu persoonlijk toespreken. Als je iets typt, lekker voorbereid, Govert. Ja, gozer, ik heb deze shit gisteren allemaal voorbereid. En toen deed het allemaal. Ja. Maar ja, er beginnen langzaamaan mensen binnen te druppelen. En daar wachten we nog even op die mensen. Dus kijk, het is live, hè, dus dan kan er van alles gebeuren. Er kan nu gewoon... zou ik anders... Ja, misschien leuk. Wat zou ik doen totdat de livestream een beetje vol stroomt? Kan ik wel even mijn kamer laten zien. Waar we vanuit streamen. Hier gaan we. Dit is gewoon niet vanuit de studio, maar dit is gewoon live uit waar govert4giver woont, werkt, slaapt, eet, dingen doet. Ja, afgelopen zomer is er iets gejat van mijn balkon. En sindsdien heb ik deze hier staan. En dat maakt best wel een hoop lawaai. Als je die dus... Kijk, je kan hem zo doen. En dan maakt hij dus... Kan je best wel iemand mee bang maken. Als hij gewoon op je balkon staat. En je richt deze zo op hem. En dan... Kijk, moet je wel die safety natuurlijk even. Je laat hem natuurlijk niet, want wacht even hoor. Zo, kijk, hatsa. Oh, fucking hell. Goed. Nou, dat is voor de mensen die... Dat is voor de mensen die net binnenkomen natuurlijk best wel raar. Ze gaan ook alweer weg. We wachten nog even. Ga lekker zitten. Ga lekker aan tafel zitten en pak je bordje erbij. Wat zit er op je bordje? Gewoon, ik kan ook een vraag aan jullie stellen natuurlijk. Wat ligt er op je bordje? Zoet aardappeltje? Zoiets. Jullie kunnen het nu laten horen. Ja. Ja, dat... even kijken... Laat eens zien je lichaam. Nou, zo'n live uitzending gaat het vandaag niet worden, dames en heren. Ik denk dat pas bij 100 likes, denk ik dat we dat gaan doen. Maar ja, als je dat graag wil, dan kan je die like-button hitten. We gaan gewoon beginnen, want we hebben lang genoeg geluld. En we gaan dit concept even uitleggen. Vandaag wordt gewoon een dingetje, we gaan vragen beantwoorden. Die jullie altijd al gesteld hebben willen stellen aan Govert. En daarbij heb ik vragen via Instagram gekregen. En ik heb vragen via de mail gekregen. En die mensen, ja, die zal ik hun privacy beschermen. En daarmee zal ik een fictieve naam opnoemen. Dus... Die behandel ik eerst. Eerst een vraag vanuit de e-mail en vanuit de Instagram. En dan komen jullie met een live vraag. En als jullie echt net te kinderachtig zijn met z'n allen. Zoals, nou ja, ik zal geen namen noemen. Dan krijgen jullie straf. En dan behandel ik alleen maar mensen die een vraag via Instagram hebben ingezonden. Maar ja, denk daarbij, wie is er nou... Wie is nou, wees niet kinderachtiger dan dat ik zou zijn, om het zo maar te zeggen. Dus, of dit het juiste format is, I don't know. Maar misschien geef ik volgende keer wel weer een lezing over een bepaald onderwerp. De ideale bron van energie, of een hele special over de zoete aardappel. Of ik nodig iemand uit om de vraag te komen beantwoorden. Roel Braas of zo, I don't know. Maar nu gaan we echt aan de slag. We zien wel hoe ver we komen met de tijd. We blijven gewoon doorgaan totdat het niet meer grappig is. Of dat ik besluit door te gaan met mijn leven. Dus de eerste vraag komt van Carlo Klaplong. Hoe vaak train je biceps? Nou, Carlo, nooit. Train nooit biceps. Ah, en daar merk ik dat ik de eerste fout al gemaakt heb vanavond. Ja, een shirt. Ik wil een shirt met... kijk, nou, je ziet er gewoon toch wel doorheen. Een shirt zonder biceps. Ik merkte altijd al... toen ik heb in een supplementenwinkel gewerkt op het Muntplein. En daar heb ik een heleboel eiwitpoeders verkocht. Aan hele grote meneren en dames. En als ik daar geen shirt aan had wat mijn biceps liet zien... dan verkocht ik gewoon significant minder eiwitpoeders. Dus ja... dat had ik kunnen weten. Ik had daar over na kunnen denken. Gewoon altijd livestreamen met een tanktop aan. Fout nummer 1. En les eigenlijk nummer 1 voor jullie. Dus nooit. Maar ik train nooit biceps. Waarom niet? Omdat natuurlijk eigenlijk is het een beetje een spiergroep. Voor roeien heb je hem niet nodig. Je benen doen het grootste gedeelte van het werk. Maar ze zien er wel vet uit. Hoe je je biceps wel kan trainen als je een roeier bent, dan kan je dus gewoon je normale compound oefeningen doen, zoals deadlifts, squats en dergelijke. En als je dan, dat zijn hele grote spiergroepen, als je hele grote spiergroepen traint, dan maakt je lichaam zoveel groeihormoon, zoveel testosteron aan. Dat gaat dermate through the roof, dat het door je hele lichaam gaat. En als je daarna dus oefeningen voor je biceps doet, of bijvoorbeeld optrekken, wat eigenlijk secundair ook een armoefening is, of een trekoefening, of een bankroeien, dan train je eigenlijk ook al je biceps. Dus alle biceps die ik tot nu toe heb getraind, die komen van secundaire oefeningen. Dus zelden tot nooit, tenzij het zo echt zomer werd en ik zin had om... eventjes toch extra te pakken, dan deed ik een paar biceps oefeningen. Maar compound oefeningen eerst, groeihormoon, testosteron, through the roof heen pompen met die ene oefening, squats, deadlifts, etc. Daarna optrekken en daarna kan je dan nog een paar bicep oefeningen doen, maar dat is het simpele eigenlijk. Je hoeft het eigenlijk niet te doen als je die grote oefeningen doet. Dan ja, kijk, we hebben de eerste kinderachtige vraag van de avond. Ja, ja, ja. Hoe train jij de kringspier? Nou, dat gaan we... Dan moet je eventjes naar een bepaalde website gaan. Die kan ik je wel... die stuur ik je wel door. Die laat ik wel zien. Dan een vraag van... een vraag van... Teddy Veenlijk. Kun je misschien vaker blog schrijven, best vermakelijk en informatief, die shit? Ja, kan. Als jullie dat willen. Dus je kan laat een reactie achter als jullie graag willen dat ik blog schrijf. Of dat dit soort shit het nieuwe format moet worden van Goverts blog of govert4giver. I don't know. Laat het weten. Ik doe dit voor jullie. Ik hoop dat we hiermee die roeiwereld naar een hoger niveau kunnen gaan tillen. Dat de toproeiers eindelijk een keertje een platform krijgen waarbij ze hun kennis kunnen delen met de rest van de roeiwereld. Met de rest van deze 12 mensen die nu kijken. Dus als jullie kijken, dan ben je lid van een heel select gezelschap dat bezig is om aan zichzelf te werken. En dat is tip nummer 1. Blijf altijd aan jezelf werken. Bedankt Teddy Veenlijk voor deze vraag. De volgende vraag komt van Joey Kakback. Raad je een roeier creatine aan? Nou, Joey. Dus laat ik jou vraag met een wedervraag beantwoorden. Raad je iemand die doodgaat van de dorst water aan? Nou, dat dacht ik ook. Creatine is na de, laat zeggen, de de eiwitten en dergelijke gewoon supplement nummer 1 om te nemen. En denk eerst altijd aan je eiwitten, want creatine is wel een soort van accelerator van groei. En en daar heb je in feite niks aan als je niet iets hebt om daadwerkelijk mee te groeien. Om die bouwstenen, te hebben. En dat zijn de eiwitten. Dus eiwitten zijn nummer 1. En ik zou je creatine altijd aanraden als je ook eiwitten neemt. Dus daarna kun je dan met creatine gaan supplementeren. En creatine is een stofje en die gaat in de cel, gaat die hoeveelheid beschikbare energie vergroten. En dan zul je dus merken dat als je creatine neemt, dan kan je gewoon, in mijn ervaring, kan je gewoon bijna direct er wel 2,5 tot 5 kilo bij bepaalde oefeningen gewoon bijleggen. En dat is wel een groot verschil. Dus als je dan creatine erop gooit, dan kun je gewoon wel een explosievere kracht verwachten. Dus vooral explosieve kracht. In de start, eindsprint, dat zijn de punten waarop je het gaat merken. En het is wel zo dat bij creatine je vocht gaat vasthouden. En dat is ook een van de redenen waarom de amigo's in de sportschool het graag gebruiken. Omdat je dus er voller van lijkt. En met je spieren die zuigen dan het water op. En dat gaat in die cel gaat het zitten. En die cel die rekt dan een klein beetje op. Nou, die rek op die celwand, die zullen ook wel een keertje, die zullen ook zorgen voor een prikkel tot spieropbouw. Dus dat is ook al één ding. Dus creatine werkt op echt op veel verschillende vlakken. En daar kan je dus wel vooruitgang mee boeken. Maar dat is allereerst eventjes een kanttekening. Creatine is een lichaams-eigen stof, dus je lichaam maakt het zelf aan. Jij vergroot alleen de hoeveelheid die je beschikbaar hebt in je cellen. En als jij dus, wat ik altijd doe, is gewoon voor 2 weken van tevoren, dan kap je met creatine gebruiken. En dan ga je, want dan gaat dat vocht weg en dan word je dus weer lichter. Je kan wel ongeveer 2 tot 3 kilo lichter worden, zwaarder worden. En dan heb je, na die 2 weken heb je alsnog die vergrote hoeveelheid ATP, die brandstof, in je spieren. Maar niet het extra gewicht van het vocht wat je mee torst. Dus dat zijn gewoon gratis secondjes die je daar kan pakken, dames en heren. Dit zijn de tips waar je natuurlijk wat kan verwachten. Dan hebben we een... even kijken... Welk merk gel gebruik jij? Want je haar blijft zo mooi tijdens een race. Dat is Andrelon Powerhold, als ik het begrijp. Ik denk, hey, Tony. Andrelon Power, we zijn live trouwens, hè? Dus, dan moet je gel hebben. ja, pak hem er even bij. Mijn huisgenoot die pakt hem er even bij. Dus White Raccoon, alsjeblieft, die wordt voor jou eraan heb je een eigen bidon of t-shirt? Nou, wie weet kunnen we dat in de toekomst gaan maken. Het is natuurlijk altijd makkelijk te maken. Stef Broenink, ik ben blij dat jij het eventjes voor iedereen opneemt. Ja, oh, dit is het spul. Hier, uppercut. Thanks. Ja, komt even iemand binnenlopen. Jongens, wie hebben we daar? Wow. Huisgenootje, Tone Wieten. Komt er gewoon aan. Jongens, de vraag is meteen al, gaat Neerhuis de varsity winnen, Tone Wieten? Gaat dat gebeuren? Ja. Dat is de grote vraag. Hey Ben, leuk. Ben, leuk dat je er bent. Ben. De grote vraag, denk je dat het gaat gebeuren? Nou, Neerhuis wint altijd varsity. Statistisch gezien is dat wel een feit. Maar aangezien ik niet meedoe, is de kans wel wat verkleind. Ja. Waarom doe je niet mee, Tonen? Wij hebben andere prioriteiten dit jaar. Andere prioriteiten? Ja. En wat als Skull nou wint? En Neerhuis doet, en jij doet niet mee. En dan heb je eigenlijk Skull laten winnen. Jij kan toch ook nog meedoen? Ik ben geen student meer. Ja, een dispensatietje kunnen we wel. Ik kan nog wel een mbo tuinbouwkunde starten. Moet je even bij Roel aankloppen, denk ik. Ja, Roel Braas. Roel Braas, waar ben je, man? We kunnen je gebruiken. Kom voor neerreis roeien. Hebben jullie nog een vraag voor Tone? Want kijk, ik weet niet of jullie weten wie Tone is, maar het is de sterkste man van Nederland op de ergometer op dit moment. Dus als je wil weten over ergometeren, dan kun je bij Tone zijn. Ah, ben een leuke vraag, man. Tone, wat heb je aan onder je badjas? Dat gaan we, wacht. Dat gaan we pas doen bij hoeveel likes? Hoeveel likes wil je hebben voor iets te laten zien onder je badjas? Ja, en een... Oké, nou dat zien we later nog wel. Als jullie liken, even een keer 10 likes en dan denk ik dat Tone een klein stukje van zijn badjas open doet. Dan, ja... Man, het niveau van de vraag is wel hoog. Mag ik je nieuwe kitten zien, Tone? Oh, dat is Stef zeker. Dat is Stef. Kunnen we voor die kat uit de pak krijgen? Ja. Ja. Dan gaan we zo meteen weer door met de serieuze vragen. De serieuze vragen van, over roeien en dat soort dingen. Ja, daar komt Tone aan. Tone, ja. Kijk hoe leuk ze het vinden. Ja, kijk dan toch. Kijk, deze heeft Tone nieuw. Dit is een nieuw speeltje van Tone. Ja, toch schattig, hè? Dit is hoe heet deze, Tone? Vertel eens eventjes iets over dit is Draak. Deze. Dan ga ik een nieuwe vraag uitzoeken. Ja, dit is Draak en die heeft haar naam wel verdiend ondertussen in huis. Aangezien zij... mijn leven kapot maakt. Op de grond gooit. Ja. Dingen stuk maakt. Maar ze is wel leuk hoor, wel lief beestje. Ja, ja. Mooie poesjes. Mooie kiddies. Ja. Is er ook een open huis? Kunnen we regelen. We kunnen volgende keer een rondleiding door het huis geven. Als je een rondleiding door het huis wil, dan kun je even een duimpje opsteken hieronder. Dan gaan we ik denk dat we een vraag gaan beantwoorden van een nieuwe amigo. Ik denk Benno Bakboord. Gaan we een vraag van beantwoorden. In ieder geval Bakboord, wat een goede boord. Ik ben 185, ik denk dat die centimeter bedoelt, 185 centimeter lang, 85 kilo. Licht roeien of gewoon zwaar? Wat wil jij, Tone? Nou, aangezien licht roeien dood gaat, zou ik maar zwaar gaan roeien. Licht roeien gaat wel echt best wel dood, hè? Er zit geen toekomst in. Er zit geen toekomst in. Ik zou lekker gaan krachtonk ingaan. Ja, kijk. Ik sta naast Tone nu, hè. Ja, dan moet je dus wel gaan nadenken. Tegen dit soort amigo's moet jij het straks gaan opnemen. Ja. Dus ja, gaat dat werken? Nou, er zijn zat jongens van 1,85. Ja. Die zijn gewoon Olympisch kampioen. Het kan. Ja, het kan zeker. En, maar het is een hele... Het is, en dat kan ik je uit ervaring zeggen. Het is een lange weg. Het is een moeilijke weg. Maar je leert er een heleboel van. Want je leert omgaan met teleurstellingen. Dus dat kan ik je wel vertellen. Omgaan met teleurstellingen is het iets wat je er zeker mee gaat winnen. Of je ook daadwerkelijk gaat winnen. I don't know. De vraag is natuurlijk, wie stelt dit en wat zijn zijn doelen? Dus Benno Bakboord, als jij in de eerstejaars 8 wil komen, dan heb je een grote kans. Want eerstejaars 8 is nog wel een plek waar ze ook... ja, dan heb je met iets minder concurrentie te maken dan bij het Nederlands Olympisch team. En dan kan je wellicht... Ik zou als je gewoon 1,85 en 85 kilo bent, of 80 kilo, zoiets, ga lekker zwaar roeien. Pomp gewoon even een zomertje lang, kijk even wat meer Goverts blog. En dan kun je daarmee al best wel een hoop winnen. En in een zomertje kun je best wel, nou ja, als je een beetje op hebt gelet bij Govert, dan kan je toch wel 5 tot 7 kilo spiermassa winnen in een lange zomer. Beetje pompen, toch? Moet wel lukken. Dus dat zou moeten kunnen. En dan heb je nog de andere kant van iemand die juist heel lang is, 1,94. 1,94, hoe lang ben jij, Tone? 2,1 meter, het scheelt niet 2,1 meter. Maar 74 kilo. Hij is 76 kilo. Dat is, ja, dan moet je gewoon bijvreten, man. En een van de trucjes die daarbij kunnen helpen is gewoon shakies maken. En shakies, gewoon, je eet gewoon überhaupt gewoon gedurende de dag. Je moet even uitrekenen hoeveel calorieën je op een dag eet. En hoeveel calorieën je verbrandt tijdens training. Meestal is het rond de 1750 tot 1000 calorieën dat je verbrandt tijdens een training, krachttraining, net iets minder. En dan ga je er gewoon bij vreten. En met een shaky maak je dan. En de shaky gooi je vol met eiwitpoeders. Dan gooi je er havermout bij. Dan gooi je er MCT-olie. Dat is even een truc van de meester. MCT-olie is olie. Wordt geëxtraheerd uit kokosnoten. En dat is een bepaalde structuur van die vetzurenketen. En die wordt heel snel door je lichaam omgezet en door je lever omgezet in hoogwaardige energiebron. Namelijk ketonen. En die kennen we allemaal ketonen. Van ketonen en Delta G. Delta G is het supplement wat Britse roeiers gebruiken. En wat dus gebaseerd is op exogene ketonen. MCT-olie kun je gewoon kopen bij webshops of bij bijvoorbeeld... Ik haal die op healthy.nl, H-E-L-F-I.nl. Dus daar kan je hoogwaardige MCT-olie gebruiken, kopen. En de C10 en de C8. De C8 is als het ware de Rolls Royce onder de MCT-olie. Dus dan maak je eigenlijk je eigen, je eigen weight gain shake maak je daarvan. Maar wat wel... Ja. Naar mijn idee heel belangrijk is, als je vooral wil aankomen, is dat je gestructureerd eet elke dag. Dus dat je, dat je elke 3 uur dat je minimaal een portie eiwitten eet van ongeveer 20 gram. En dat je daarnaast aan de hand van de hoeveelheid training die je doet, dat je die aanvult met koolhydraten. Ja. Dus dat je gewoon gestructureerd, gewoon elke 3 uur, je begint 's ochtends met een shakie, je eindigt 's ochtends met een shake. Of je begint 's ochtends met een shakie en je eindigt met een shakie. Dat is echt belangrijk. Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. Dus als dat jullie vraag beantwoord heeft, dan wie was het die dat zegt? Arthur. Dan moet je eventjes een duimpje geven. En dan weten we of je hier tevreden mee bent. Ik denk dat het een interessante vraag was, want er zijn veel mensen, dat noemen ze dan de hard gainers. En die kreeg ik ook vaak in de winkel als ik... eiwitpoeders aan het verkopen was. Dus in feite ben ik nu weer eiwitpoeders aan het verkopen. Maar dus de eiwit... Ja, ik ben gewoon fan. We zijn allebei fan van eiwitpoeders. Ik bedoel, we nemen het iedere dag. Ja. En het is een van de makkelijkste manieren om extra eiwitten te nemen. Dus je gaat gewoon... Eigenlijk, normaal gesproken, gewoon neem je eiwitten via je voeding neem je die binnen. Vis, vlees, eieren, kwark. Als je dat kan verteren. Ik ben lactose intolerant. Dus als ik kwark eet, dan heeft Tone na mij op de wc een hele slechte bafferdrang. Dus dat gaan wij niet doen. Maar kip, eieren, vis, vlees, daar kun je gewoon de hele dag door van eten. En dan vul je het dus aan met een shakie. En als jij gewoon 2 scheppen eiwit neemt, dan zit er wel 40 eiwit in. Ja. En ja, soms kan het net het verschil zijn of je gewicht opbouwt of gewoon het de same blijft, dat je net die 40 gram mist. En weet je, als jij 180 gram op een dag binnenkrijgt en je groeit niet en je zet er 40 gram bovenop, dan kan je ineens gaan groeien. Ja, wat was die verhouding ook weer? 2 gram per kilo? Ja, 2, dat is wel een soort van hele basic manier om te zeggen. Dus als je dan, jij weegt nu 76 kilo, dus dan zou je zeggen dat je per dag ongeveer 150 gram eiwitten binnen krijgt. Ja, en als dat niet werkt, dan neem je gewoon 's ochtends een eiwitshake van 40 gram en 's avonds een eiwitshake van 40 gram. En als het dan niet werkt, ja, dan moet je naar de dokter, man. Nee, kijk, dan moet je nog meer eten. Het is altijd zo'n soort van vuistregel. Is als je denkt dat je genoeg eiwit binnenkrijgt, dan moet je nog meer nemen. Zo, die regel heb ik altijd gedaan. En ik moet ook zeggen, toen ik dus... ik heb je net al verteld over de pillenwinkel waar ik heb gewerkt. Allemaal legaal overigens. Daar werd op een gegeven moment ging er een heleboel eiwitpoeder ging bijna over datum. En toen zeiden ze van, ja, fuck het, geef het gewoon een govert mee. Dus toen ben ik gewoon met een heleboel gratis eiwitten gewoon een zomer lang gaan scheppen. En dus gewoon 40 tot 80 gram extra erbij pleuren en gaan eten. En toen is het pas hard gegaan. Dus toen werd het echt, toen ging het snel. Dus het ligt gewoon heel vaak aan je voeding. En ja, je training, daar gaan we het over 2 weken of zo heb ik de volgende gast bij de podcast. En dat is de trainer die mij eigenlijk in eerste instantie getraind heeft. En onder zijn leiding en schema ben ik ook voor het eerst onder de 6 gegaan. Dus met zijn tips, als je dan over 2 weken als je dan kijkt, dan hebben we... Eigenlijk is het, moet je het voorstellen, een soort van hele grote aflevering van... Ik wil pompen, maar ik weet niet hoe. Dat is gewoon een uur lang ik wil pompen, maar ik weet niet hoe. Dus dan moet je, erbij zijn. Al aan het trainen voor de Argo Farmer Challenge. Gozer, daar willen wij echt graag aan meedoen. Wat is dat? De Argo Farmer Challenge. Dude, dat was een tijd in de roeiwereld dat er eigenlijk een wedstrijd krachttraining was. Ja, dude, dat was een wedstrijd waarbij je een boomstam moest werpen, tractorpoelen, kruiwagen rijden, dat soort shit. Ik hoop nog steeds dat dat terug gaat komen. Dat was echt de shit. Maar ze organiseren het niet meer. Het is doodzonde. Het is wel iets meer voor jouw lengte en niet iets wat echt voor mijn lengte. Nee, maar jij kan het ook, man. Dat is fantastisch. Dat is fantastisch. Even kijken. Ja, nog een hele goede vraag hier. Gert Trafklont. Als je jezelf opeet, word je dan 2 keer zo groot? Nou, ik vind het... Ik neem aan dat dit een hypothetische vraag is. En hij is best een leuke vraag, maar... Ik wil er toch heel even serieus op ingaan. Want het is een leuk gedachte-experiment. Dat is namelijk zo dat... Niet iedere gram eiwit... En dat waar we het net over hadden. Niet iedere gram eiwit... wordt omgezet tot spiermassa. Dus als jij 200 gram eiwitten eet... dan word je niet 200 gram zwaarder op een dag. Dus wat is dan de manier om die eiwitten om te zetten in spiermassa? Dat heeft met hormonen te maken. Heeft met hoeveel in jouw spijsvertering er wordt opgenomen. En hoeveel jouw lichaam eigenlijk vraagt in basale processen. Dus jouw immuunsysteem vraagt ook eiwitten van je. En allerlei andere metabole processen vragen ook eiwitten. Maar er zijn ook bepaalde vormen van eiwitten en die hebben een hogere biologische beschikbaarheid. Als dat jullie het zegt, moet je het maar eens even googlen. Want er zijn namelijk, het is wel interessant om te weten, dat eieren bijvoorbeeld, die hebben echt van bijna alle eiwitten hebben ze de hoogste biologische beschikbaarheid. Dus daarom eten bodybuilders ook zo fucking veel eiwitten. En... ik geloof dat rundvlees, die staat daar dan weer echt best wel ver onder alweer. Vis en zalm volgens mij net weer een beetje boven rundvlees. En dan gaat het naar beneden en dan kom je dus in die vegetarische bronnen van eiwitten terecht. Waar is het kip dan? Ja, kip staat... Oh, kip staat er ook gewoon hoog. Kip staat ook, man. Naar beneden en dan kom je bij die vegetarische bronnen van eiwitten. Vegetarische bronnen van eiwitten, ja... Je kan je ook spieren mee opbouwen, maar dat is gewoon eigenlijk een soort van alsof je een bandje om je boot heen doet. Dat gaat gewoon langzamer. Zo moet je het zien. Vegetarisch spieren opbouwen is roeien als een bandje om je boot. Niet oestrogenen vergeten. Ja, dus... Nou, soja. Ja, soja. Kijk, mensen die vegetarisch zijn, die gaan dan vaak soja dingen eten en zo. Ja, misschien heb je een vriendin of zo die dat ook tijdens het eten dan wil, die dat jou dan voorschotelt. Nou, die moet er echt niet mee aankomen. Maar soja is namelijk ook heeft natuurlijke oestrogenen in zich. Ja, dat zijn vrouwelijke hormonen. Welke man zichzelf serieus nemen, de man wil dat nou. Als je dus, ik heb zelfs van een collega gehoord dat hij op een gegeven moment heel veel soja-eiwitten is gaan eten. En dat door die soja-eiwitten dat hij gevoelige tepels kreeg. En op een gegeven moment echt dat zijn tepels groter werden. Ja, ja, serieus. Ik ga af op zijn woord, maar ik kan me niet voorstellen waarom iemand zou gaan liegen over dat hij gevoelige tepels heeft. Dus even kijken. Sjoerd Klokiebril. Heb je zelf ooit meegedaan aan wetenschappelijk onderzoek als roeier? Nou, wij moeten om de zoveel tijd wel meedoen met een of ander onderzoekje. Ja, ja. Ik ben er persoonlijk echt ziek erg op afgeknapt op al die wetenschappelijke onderzoeken. Daarom, ik neem ze ook bijna nooit meer serieus. Als ik er eentje bijvoorbeeld... mijn kennis moet ik wel baseren op wetenschappelijk onderzoek, natuurlijk. Maar ik neem het heel vaak met een korreltje zout. Of je moet echt goed lezen hoeveel proefpersonen er waren, wat voor soort proefpersonen het waren, hoe oud ze waren, wat voor trainingsniveau ze hadden. Dus dat is echt iets waar je op moet letten als je wetenschappelijk onderzoek leest. En kijk, als je iets bij topsporters onderzoekt, zelfs dan nog kan het soms zijn dat het onderzoek gewoon niet goed is. Ik bedoel, als wij een onderzoek deden, we hadden op een gegeven moment een onderzoek dat ging over bijvoorbeeld volgens mij voor verschillende typen spiervezels. En dan moesten we met een stang en er zat een touwtje aan en dat meet de versnelling van de stang naar boven. En aan de hand daarvan kon er iets gezegd worden over ons type spiervezels. Maar wij staan dan allemaal naast elkaar. Dan wordt er op een gegeven moment denkt iemand van, ja, ik ga gewoon net een beetje vals spelen met die stang waar de touwtje aan zit. En dan springt hij omhoog en dan doet hij nog net even zo. Gewoon omdat je, gewoon voor je maat, je wil niet onderdoen voor je amigo. Dus zo wordt gewoon dat wetenschappelijk onderzoek wordt gefukt door de participanten van het onderzoek zelf. Dat is natuurlijk gewoon niet de bedoeling. Maar de onderzoeker, die ziet dat niet. En zo heb ik wel vaker meegedaan met zo'n onderzoekje. Ook al een keertje met wat supplementen. En dan vragen ze aan je van, ja, op 2 dagen moet je een test doen. Een week van tevoren en vandaag. En die week van tevoren moet je precies hetzelfde eten als wat je dan deze dag waarop je die test doet, eet. En toevallig vandaag het was met Dirkje Uitenboogaard, ik weet niet of je ook zit te kijken, en Freekje Robbers, waren we die avond net aan het gamen. Zoals eigenlijk ook de andere avonden. En die avond hadden we net zin in iets anders dan wat we die week ervoor hadden gegeten. En toen aten we gewoon iets kuts tijdens het gamen. En dan is eigenlijk gewoon je hele onderzoek al gefukt. Dus ik geloof bijna niet meer in wetenschappelijk onderzoek. Als je het hebt over voeding en krachttraining en dat soort dingen. Het is heel moeilijk om daar... Je kan beter luisteren naar de mensen die heel veel ervaring hebben. En eigenlijk zoals dat in de sportschool gebeurt, je kan beter luisteren naar de mensen met de grote spieren. Dat is wel een... Of niet altijd. Nee, niet altijd natuurlijk. Ik zie een vraag van Ben. Oh ja. Als je stopt met roeien, zou je ooit gaan inwegen? Als ik stop met pro-roeien, zou je dan een keer inwegen, puur om het eens te proberen. Nou, voor jou is het nog redelijk makkelijk. Nou, iets makkelijker. Jij moet zo'n 15 kilo of zo. Ja, dan ben ik wel echt alles kwijt. Ik heb wel van die DEXA-scans die jij ook hebt gedaan. Die DEXA-scans zijn de scans waarbij je dus alle weefsels in je hele lichaam meet. Met een soort, bijna een soort röntgenapparaat is het. Ja, het is lichte röntgenstraling. Lichte röntgenstraling. Als je dus echt geld ervoor bras hebt en je wil precies weten wat je vetpercentage is, moet je een DEXA-scan doen. DEXA. Nee, DEXA toch? DEXA. Google it. En daar kan je precies zien wat ook je vetvrije massa is. Dus als je al je massa, je vet zou verliezen, wat je dan nog overhoudt. En bij mij was dat ongeveer, wat was het? Ik geloof 70 kilo of zo, of 72 kilo of zo. Nou, dat is, hè? Dan zou je denken, dat is precies de hoeveelheid die volgens mij, we hadden de laatste dex kennen en volgens mij zat ik op 86 kilo vetvrije massa. 86 kilo vetvrije massa, maar ja, dan heb je dus 0% vet. Dan mag je dus niks aan vet hebben. Dan, er zijn volgens mij geen mensen die dat hebben. Tenzij... Het is ook niet gezond. Nee, in de Tweede Wereldoorlog misschien, maar daar gaan we het niet over hebben. Dan vraagt iemand wat onze favoriete training is. Favoriete training. Zondag, rustdag. Kijk, als je dus, nou wat is het, 14 vaak trainen, 14 keer per week ongeveer? 12 tot 14, 15 keer per week. Dan is het, hebben we het eerder over de minst kutte training, denk ik. Nee, ja. Ah, op zich, ik vind van die intervaltrainingen waarbij je dan een paar keer startjes of weet je... Op af, 250 op, 250 af, is op zich, dat is best leuk. Ja, 250 op, 250 af, die vind ik altijd wel leuk. Ja. Afstandjes als goed gaan, dat is wel het leukste. De duurtrainingen, dat is gewoon verstand op nul en gaan. Ja, precies. Krachttraining, vond ik krachttraining, fantastisch natuurlijk, maar dat weet je. Vond ik altijd heel leuk, maar ik heb nu toch, nu we echt veel meer op die duurtraining focussen, toch wel minder dat ik daar echt van geniet. Ook omdat ik gewoon vaak zo afgeracht moe ben dat ik... Ja. Dat ik ook niet echt mijn vol voor die kracht in kan geven. Dat ik net een beetje... Ja, dat is wel eeuwig zonde, man. Dat je dus zoveel duurtraining doet, dat je dus niet meer zin hebt in de krachttraining. Ja. Dat is ook gewoon echt verschrikkelijk natuurlijk. Dat zijn doodzondes. Ja, ik vind als er een test aankomt of iets dergelijks, dan vind ik minuut op, minuut af op de ergometer. En dan doe je hem een beetje op race pace. Race pace, minuutje op race pace, minuutje rust. Minuutje op race pace, minuutje rust. En dat doe je 8 keer. En dan weet je wel ongeveer of die race pace ook jouw 2K-score is. Dat weet je dan wel ongeveer. Dan kun je een soort van inschatting maken of je hard genoeg gaat. Dus dat vinden wij wel redelijke trainingen waar we wat... Stef moet gewoon, kan gewoon een been afzagen en weg, dat scheelt ook wel 30 kilo. Ja, met die benen van Stef wel, ja. Even kijken of we nog wat vragen hebben. Of ik wel eens leg day skip. Roeien is iedere dag leg day. Dus nee, het wordt niet leg day geskipt. Wat is jouw favoriete beenoefening, Tone? Ik moet zeggen dat ik de Bulgarian squat had. Ja, fuck, die is lekker. Bulgarian split squat. Ja, dan gaat branden, jongen. Ik denk ook dat eenbenige oefeningen, over het algemeen, die worden, vind ik, onderschat. We doen vaak squats met 2 benen. Maar squats met 2 benen, je ziet mensen zulke slechte techniek hebben. Die hebben echt... Ja, het komt natuurlijk omdat er nooit een tweede aflevering geweest is van ik wil pompen, maar ik weet niet hoe. Waarin ik even de squat techniek uitleg. Dat kan nog wel. Maar die techniek van de meeste mensen is zo slecht dat je maar beter een eenbenige oefening kan doen. Dan vang je tenminste dan is er een gestructureerde onbalans. En dan vang je dat daarmee op. Ja, het is heel simpel, maar als je last hebt van je rug, kunnen heel veel mensen... Ik ben ook rugpatiënt geweest. Dus kunnen heel veel mensen... Abi Wiersma, we gaan meteen het bruggetje maken. Dus als je rugpatiënt bent, dan kan je beter een eenbenige oefening doen. Omdat je dan in ieder geval niet, als er een soort kronkeltje in je rug zit, dan ga je niet naar beneden en dan blijft je heup, die blijft zo staan. En je rug, die gaat dat dan compenseren, ergens bovenin of hieronder. En als je dan zakt, dan blijft dat gewicht, die blijft daarop drukken. Ja, dat is gewoon het recept voor het in je rug laten schieten. Dus daar kan je heel kort over zijn. Eenbenige oefeningen voor rugpatiënten is fantastisch. Maar met blessures, waar Abe Wiersma het over heeft... die zijn heel vaak onder te verdelen in acute blessures en chronische blessures. En acute blessures is natuurlijk gewoon... Ik heb nu meteen gestoten, of ik heb nu mijn enkel verzwikt, of mijn been gebroken, of mijn voet gebroken, zoals ik 2 jaar geleden. En die moet je dus Die kan je dus gewoon nu behandelen en dat doe je dus ook meestal lokaal. Maar als je een blessure hebt die erin is geslopen, zoals bijvoorbeeld een rib of een rug, dan is het meestal ligt de oorzaak van de blessure ligt dan ergens anders. Dus bijvoorbeeld in de rug is het ook heel vaak dat je eigenlijk als je hier last hebt, kun je naar beneden het trappetje nemen en dan ligt het toch ergens dat de heup bijvoorbeeld niet goed staat. En ik krijg eigenlijk, als ik het dan heb over rug of ribben, ja, dan ligt het toch eigenlijk meestal aan iets anders. Als ik niet helemaal lekker in mijn vel zit, of ik was gestrest, of ik moest hard aan mijn studie, of je zit er gewoon net niet helemaal lekker in je hoofd, dan is er dus stress. En dat zuigt energie. En of je hebt niet goed geslapen, of je vriendinnetje heeft het net, loopt de hele dag aan je kop te zeuren al. Of je katten maken alle shit in je huis kapot. Nou ja, noem het maar op. Maar dat soort dingen bij elkaar, dat wordt uiteindelijk. Dat zorgt ervoor dat je niet helemaal belastbaar bent. En als je dan ook nog eens hard erbij gaat trainen, dan kun je dus blessures verwachten die dus niet acuut zijn. En dan moet je dus, als je die blessures wil oplossen, dan kan je wel dat symptoom gaan bestrijden. Dus een beetje naar de fysio gaan, een ruggetje laten manipuleren. Of naar de fysio gaan en dat hij er eventjes wat gaat masseren. Maar dat is niet de oplossing voor het probleem. Want het probleem zit in de belastbaarheid. Bijna niemand raakt geblesseerd als hij gewoon volledig belastbaar is. Of als hij gewoon lekker in zijn vel zit. Dan raak je niet geblesseerd. Je raakt alleen geblesseerd als je net even die dag een beetje moe was of wat dan ook. Dus dat is mijn tip voor de patiëntjes onder jullie. Ondertussen heeft het halve bondsteam is aangehaakt. Ja, gezellig jongens. Abe Wiersma die vindt dat de schuld is van je ploeggenoten. Ja. Tone, wat heb jij daarop te zeggen? Hij zit de boeg, dus hij hoeft alleen maar in en uit te pikken. Ja, dus jij hoort zelf die boot recht houden. Dus als het dan in ploeggenoten ligt, jij bent degene die die boot recht moet houden. Ja. Dus jongens, ik denk we zijn bijna 3 kwartier al bezig, man. Dus ik denk dat we het zo'n beetje af gaan ronden. Ik heb ook nog dingen te doen in mijn leven. En we willen gaan eten. Zoet aardappeltje vanavond. Zoete aardappeltjes. Ik heb gisteren al zoete aardappelfrietjes gegeten. Stampotje. Stampotje. Zoete aardappel. Steffen, stampotje spinazie met spekkies en eitjes erbij. Stampotje. Een zoete aardappelstampotje. Nou jongens, bewaar de andere vragen voor volgende keer. Dan gaan we gewoon weer verder. En laat even weten in de comments of in het voor de eerste keer, eerste aflevering. Het is ook nog allemaal nieuw voor mij. Hè? Gun ons eventjes wat love en we moeten dit ook nog allemaal leren. De techniek en zo, dat in het begin ging, dat was ook om te janken natuurlijk. Maar ik ben blij dat jullie het vol hebben gehouden en dat we toch met een select gezelschap hier wat hebben kunnen bereiken. En dat jullie antwoord hebben op jullie vragen. Schrijf je in ieder geval in op de nieuwsbrief. Dan geef ik iedere week de tips waar ik die week zelf mee bezig ben. Dus wat ik deze week aan het oplossen ben. Of welke experimenten ik aan het uithalen ben. Of welke supplementen ik net aan het ontdekken ben. Of welke inspirerende films ik heb gezien of welke boeken ik echt denk dat je moet gaan lezen. Dus schrijf je daarop in op www.govertviergever.com. Dus daar kan je inschrijven. En abonneer je natuurlijk op deze YouTube channel. Dat kun je gewoon nu doen. Je kan nu klikken en abonneer je. En dan krijg je ook even een melding wanneer we de volgende keer live gaan. Instagram en Twitter, je kent het allemaal. Al die influencer shit die ik nu eigenlijk moet gaan zeggen. Maar jullie weten heel goed dat als we hiermee door willen gaan, dan hebben we jullie nodig. En dan wil ik van jullie vragen om even wat love te geven, jongens. Dus, jongens, tot de volgende keer. Tone, gezellig dat je even binnen kwam lopen. Huisgenootjes, die helpen je altijd. Toch? Amigos, amigas, tot de volgende keer.